Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups and Down. Die twee ratjes die zitten al lekker te spelen, hebben een flesje al gehad. En deze kleine rat die is ook al lekker aan het spelen. En ze hebben allemaal gegeten. En nou is het tijd voor mij om heel eventjes te gaan zitten. Want, nou, het was even een race tegen de klok voor met die mannetjes. Want ja, ze moeten wel allemaal eten op tijd natuurlijk, hè. Gisteravond is een kennis van ons langsgekomen. En die hebben een eigen moestuintje. En die hebben aardbeidjes meegebracht. Dus ik ben nu aan het schoonmaken. Of in ieder geval een gedeelte daarvan. Voor de kindjes. Nou, ik heb de aardbeidjes gemaakt. Ik heb voor Jordi heb ik een bak. Hier zit ook mango bij. En ik heb voor Liam heb ik gemaakt. Deze drie zijn voor Jordi om te oefenen. Want dat doet hij ook altijd op school. Dus die heb ik eventjes apart gehouden. En dan mag Liam lekker beginnen. Hey. Zullen we ook eentje aan jou geven? Kijk, Jordi wil dat allemaal nooit. Maar als ik nou dit doe, dan eet hij wel. Lekker, Liam. Aardbeidjes. Ik heb er nou eentje op de lepel gedaan voor Jordi. Er zit genoeg kleur in de aardbeidjes. En dit is het resultaat. Alles helemaal opgegeten. Yay, goed gedaan. Fruitje zit er al een hele tijd op. En we zijn nu een boterhammetje aan het eten. Ik heb tosti gemaakt. En er zit ook wel iets achter. Bovendien, het is lekker. Dat is één. Twee is, Jordi moet kauwen. En met zulke dingen kauwt hij iets beter. Dus ik ben... dus dan geef ik hem tosti en dan moet hij kauwen. En dan wordt hij gedwongen om te kauwen. Eet ik de korstjes op en eet hun de rest op. Goeie afspraak, toch? Ik weet, slaapt alles nu. Alle drie de kinderen. Madame ligt daar ook heel rustig. Ik heb even pauze. Zoveel met de kinderen gedaan. Oh, ben kapot. Ik ben echt heet het spelletjes met ze aan het doen geweest. En eten gegeven. En dan net die tosti. En nou, ze liggen in ieder geval lekker te slapen. Jordi weet ik niet 100% zeker, maar hij was wel moe. Dus, oh ja, trouwens, normaal gaat Jordi vandaag op naar school. Maar ze hadden een studiedag. Dus vandaar dat hij niet naar school is. Hallo. Hi. Hallo. Hier slaapt er alweer iemand. Ik had hem een flesje gegeven en hij is weer lekker aan het slapen. Hier is iemand wakker. Hallo, scheetje. Hallo. Had jij jouw knuffeltje eruit gegooid? Kijk eens. Dat is jouw knuffeltje. Hij is jouw vriendje in bed. Ja. Er is nog iemand wakker, hè? Zullen we eens even gaan kijken? Je zit te roepen dat je eruit wil en je gaat weer liggen. Kom je bij mama? Wat is er dan? Wat is er dan? Ja? Kom je bij mama? Oké. Hallo. Ik ben weer wakker. Ja, we gaan naar beneden, maar dan moet je mama even goed vasthouden, jongen. Oké. Ik ga even deze grote pink naar beneden tillen. Hè?
Lekker ding. Nu met het warme weer wil ik dat mijn kindjes een beetje toch wel het zout en alles binnenkrijgen. Dus ik geef ze Nibbit chippies. Ik ben niet gesponsord door Nibbit of zo, niet dat je dat denkt. Maar ja, dit is gewoon wat ze makkelijk kunnen kauwen en het is wat zouter. Liam heeft daar zijn eigen bakje, maar die lekker van aan het peuzelen is. Hé jongen, kun je lekker chippies eten, hè? Gaat wel beter met jou, hè? Ja. Ja, nee, hier staat voor Jordi. Daar heb jij jouw bakje. Liam, nee. Daar is jouw bakje. Daar zijn jouw chipjes. En Jordi heeft hier chipjes. Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe school. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Wil je mama lekker knuffelen? Waar is het warm, hè? Een hele goede morgen. Gisteravond hebben wij niks meer gedaan. Wij zijn gewoon op een gegeven moment lekker op de bank gaan zitten en naar bed op een gegeven moment gegaan. Maar ja, ik heb toch nog slecht geslapen vannacht. Liam is een paar keer wakker geweest. En voor jullie was het ook weer ook vroeg. Oh. Liam die is een beetje aan het klooien. En Sam die ligt ook te slapen. Dus ja. Dat betekent wel dat als ik hem nou laat slapen, dat hij vanmiddag dus niet slaapt. En dat mag ook gewoon. Dus ja. Sammy is daar aan het wipwappen. En ondertussen naar Juve aan het kijken. En ik heb Boezel en Pip aangezet. Ik weet niet eens of hij dat leuk vindt. Maar hij is rustig. En hier zitten twee varkentjes te eten. Ik heb fruitsalade gemaakt voor Liam. En voor Jordi heb ik het gepureerd. Want ja, anders eet je het natuurlijk niet. Bij Liam zitten aardbeidjes nog in. Een beetje appel. Een beetje kiwi, banaantje. En bij Jordi zit het ook allemaal in, behalve banaan. Want daar kan Jordi niet goed tegen, want dan stopt hij. Dan kan hij niet meer poepen. Hé jongen, dan kan je niet meer poepen. Liam ligt al op bed. En Jordi is nog wakker. Ik ben hem boterham aan het geven. Liam wilde niet meer wakker zijn, dus ik heb hem een extra volle fles gegeven. Hij heeft natuurlijk ook nog last van zijn oortje. En nou, in ieder geval, ik heb gezorgd dat hij lekker kan gaan slapen. Ik wil ook slapen. Jordi heeft al geslapen. Dus dat betekent dat Sam dadelijk wakker wordt en dat Jordi wakker blijft. En dat Sam dan weer gaat slapen en Jordi wakker blijft. En dan Jordi wakker blijft en Jordi wakker blijft. En dan straks rond een uur of 8 uur liggen Jordi en Liam op bed. En dan moet Sam nog... Ik wou dat Sam ook al rond die tijd naar zijn nest ging, want dan kon ik ook naar mijn nest. Maar ja, dat is niet zo. Wat wil je nou? Wil je die? Hey Boomba. Oh. Wil je Boomba?
Wat zijn we aan het eten? Pannenkoeken. Yay! En hebben ze goed gegeten? Zeker. Ja. Kun je nog een slokje drinken? Jullie doet een beetje klagen, het duurt hem te lang. En op de tablet aan. Ja. Maar Liam zit nog lekker te bunkeren, hè? Jordi. Lekker! Slokje. Dan had hij van papa nog kaas gekregen, want papa wil per se kaas op zijn pannenkoek. Paas, kaas en pindakaas. Ja. En Sammy zit er ook bij. Hey Sam. Ja, nu lekker eten, hè. Zo druk gehad vanmiddag. Gewoon van alles met de kinderen enzovoorts. Dus... Hey, hallo. Zeg nou niet dat het niet zo is. Dat is wel zo. Nee, dat is wel zo. Je was er zelf bij. Ik ben hier een beetje aan het opruimen en papa is weer troep aan het maken. Ik heb papa gedag cadeautjes al ingepakt. Daaronder ligt het cadeautje van school van Jordi. Dus ja, morgenochtend papa dag. Dat betekent eigenlijk papa dag, Niels, dat jij voor de kindjes zorgt, toch? Zei je? Hij heeft mij heel goed gehoord, hoor. Kindje hoeft niet voor jou te zorgen, daar zijn ze nog te klein voor. En ik heb ook kersen gehaald. Lekker. Niels, we hadden zin in iets, hè? Ja. En ik had nog dingetjes in huis. En dan heb ik... kip curry gemaakt, tonijnsalade, borrelnootjes had ik nog open liggen. Ik had nog boterhammenworst en augurk had ik nog. Ik had toevallig worteltjes in huis gehaald, omdat ik zin in. Kaasjes. Een heksenkaas. Een heksenkaas heb ik gehaald en bugels. Dus ja, wij gaan even lekker smullen. En eventjes van onze zaterdagavond nog genieten. Sammetje gaat dadelijk ook naar bed. En dan is voor ons ook weer bijna tijd om lekker naar bed te gaan. Maar eerst gaan we even genieten. Goedemorgen, papa. Goedemorgen. Fijne papadag. Dankjewel. Zegt hij met een boemer, als een boemer kiespijn. De eerste drie cadeautjes heb ik al gehad. Drie gepoepte? Nee, twee. Twee, oké. Okay. Twee grote cadeautjes en een klein cadeautje. Jordi die is zijn fles aan het drinken. Liam heeft al fles gehad. Hé, kleine rat. Liam wordt altijd heel boos als hij niet als eerste zijn fles krijgt. Is echt net zijn vader. Als papa niet als eerste eten krijgt. Oh. Dat is wel gelukt dan. Ja. Dan zit er eentje nog te knetteren. Nee, 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 nee. Jordi, heb je je fles op, jongen? Het slaapt. Met zijn fles op. Ik ben vannacht al sinds een uur of vier ongeveer af en aan wakker. Kijk uit! Oh, echt acrobatisch daar, jongen. Ik krijg daar gewoon de kriebels van. Je gaat dat niet nog een keer doen. En gaat hij op die auto staan... En dan wil hij allemaal gekke dingen gaan doen. De kind is gek. Maar ja. Ik ben vannacht begonnen bij Liam. Die begon even te janken omdat hij zijn tut niet had. En toen kwam Sam. Die heeft bij me gelegen vannacht. En ja. Nou is papa aan de beurt. Nou, we hebben natuurlijk ook cadeautjes. En die kleine etterbakken, die zijn al aan het klooien. Liam, nee. Nou, papa, namens de kindjes. En niet namens mezelf. Gefeliciteerd met papa dag. Liefste papa. Ja. Da 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 da
omdat we, of het liefste papa, omdat we compleet zijn en jij dit al heel lang wilde en je kan dit nooit genoeg hebben. Ja, die mag je wel hebben. Kus Jordi, Liam en Sam. Ja, die zou ik wel even wegleggen, ja. Zo zonde zijn als het kapot gaat. Ondertussen is Jordi hier. Patta's. Hij heeft twee spaceslippers. Kunnen we naar de buurman op de camping? Hey, een naambordje. Kijk, daar staan jullie allemaal op. Een hele mooie. Yay. Ja, mooi, vind je het ook mooi, Jordi? En dan heb je nog iets wat Jordi op school gemaakt heeft. Hé hey Jordi, jouw cadeautje wordt uitgepakt, hè? Ah, die is leuk. Jordi, dat heb je leuk gedaan. Yay. Die gaan we ophangen, hè, papa? Zeker. Dan heeft papa gisteren allemaal spijkers uit de muur gehaald. Ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, maak je niet druk. Dankjewel, jongens. Jordi, krijgt papa ook een kus? Deze mama heeft een heerlijk ontbijtje gemaakt. Zeker. Ben je lekker aan het happen? Jordi. Doe je ook lekker happen, Jordi? Jordi. Doe je ook lekker happen? Dus wij gaan even lekker eten. Alle kindjes liggen te slapen. Niels die is buiten weer aan de gang, want er zijn nog een aantal dingetjes die hij wou doen. Ja, ontbijt was super lekker. Ik heb het zelf gemaakt natuurlijk, dus ja, er kan niet veel verkeerd zo zijn. Ze hebben in ieder geval alle drie liggen bunkeren als het maar zijn kon. Liam die zat echt gewoon te genieten. Jordi die vond het ook super lekker. Alleen bij Jordi is het altijd een dingetje dat hij dan moet kouwen en dat soort dingen. Dus ja, daar ben je iets meer mee bezig als met Liam. Maar ik ben zo trots dat Liam dat allemaal gewoon nou doet. Zelfstandiger wordt in ieder geval. En Niels vond het ook super lekker. Hij heeft me ook super bedankt voor dat hij dit, dat ik dit voor hem heb gedaan. En dat ik dit niet heb gehad met Moederdag. Dat zei hij ook van, ik vind dat ook heel erg. En hij zegt, we genieten er echt van nu. En dat klopt ook. Zoals je hoort, Niels is bezig met een paaltje in de vloer te slaan, zodat de deur eraan vast kan gemaakt worden. Ja, we gaan gewoon, deze week is Niels trouwens ook vrij, hè, aankomende week. We gaan ook heel veel klussen en doen, maar voor nu heb ik heel eventjes rust. Omdat het papadag is, had mama lekker taart.
bedje geregeld. En hij is heel mooi. Ja. En omdat papa zijn klusweek is, zit er denk ik allemaal gereedschap bij. Ja. Kijk Jordi. Dat is mooi. Wauw. Oh, Jordi zegt, doe maar weg. Kijk eens Liam. Dat is lekker. Mooi een stukje. We gaan niet met de handjes pakken. Op je eigen bordje mag dat. Mama heeft bordjes voor jou en Jordi. Geef papa een handje. Geef papa een handje. Eigenlijk moet papa een stukje afsnijden of moet mama dat doen? Mama mag dat doen. Papa kus. Zou dit eetbaar zijn? Papa kus. Nou, dit is chocola papa. Oh. Maar ik pak het gereedschap op. Oh, het toch, stout papa. En we hebben Joef even verstoppeld. Want het is chocola, hè? En dan mag Joef niet. En Sam ook. En Sam zit achter papa. Wacht eens even. Alsjeblieft. Kijk wat hij ermee doet. Jordi krijgt ook. Jordi mag ook. Goed appa. Jordi krijgt ook dat papa. Kijk eens Jordi. Maar Jordi wil een filmpje kijken denk ik. Ja. Je mag zo een filmpje kijken. Happy? Oeh, dat is lekker! Kijk, papa. Je krijgt een zaag. En die mama krijgt ook iets. I love moustache. Moustache. Ga je met mama mee zo? Zal mama kleertjes gaan pakken, Liam? Die is van Sam, hè? Liam? Potverdikke. Waarom moet altijd van jou alles naar de grond verdwijnen? Ik ga me even omkleden. En dan ga ik even met Liam naar de winkel toe. Liam ook even aankleden. En ja, want we moeten ook avondeten, hè, papa? Ja. We waren ook even de action in geweest, hè? En toen zag Liam die aap. En wat doet die aap, Liam? Hey, wat doet die aap? Da. Die aapje, hè? Liam is heel blij als de knuffel terugpraat. Vindt hij helemaal fijn. Nou heeft hij er dus twee. Nou heb je er twee. Yay! Oh, wow! Nou heb je twee kwebbelkontjes. Liam is lekker aan het happen. We hebben Rusty en Salmpje en gemengde groentjes. Jordi die krijgt bruine bonen.
Want Jordi kan dit gewoon niet zo eten. Liam wel. Geet je? Lekker happen, hè? Hebben we alles? Ja, we hebben alles. Dan kunnen we eten. Dit is mijn bord. Ik heb altijd extra, omdat ik ook nog aan Liam tussendoor geef. Want die wil altijd ook van mijn eten. En dit is Niels' bord. En dan hebben we natuurlijk nog rustierondjes erbij. Wat ga je doen, mama? Ik ga Sam de eerste hapjes geven. Ik heb gisteren courgette gemaakt. Ja, je hebt eten, jongen. Honger nek. Ik heb gisteren courgette gemaakt en dan ga ik hem nou geven. Ja, pa? Let wel, dit zijn zijn allereerste hapjes, hè? Dus hij gaat dat nooit, never niet goed doen, hè? Ja? Vind je het lekker? Vind jij het lekker? Hé? Hey? Wil je nog één hapje dan? Laatste hapje. Oh, hij spuugt uit. Nou, dat waren dus de hapjes. Het zijn gewoon oefenhapjes. Dit is niet dat het al de melk vervangt, hè. Dus dit zijn gewoon echt oefenhapjes. Er zijn echt maar een paar hapjes en dan is eigenlijk al wel weer klaar. Dus je hebt het alweer klaar, hè? Ja! Ja! Mij vond hij het lekker. Volgens mij ook. Morgen weer proberen, hè? Hoe is je vaderdag? Ja, leuk. Leuker als jouw moederdag, helaas, denk ik. Ja, nou ja. Toen hadden we heel veel klusjes. Hebben we nu ook, maar nu kunnen we het over een week spreiden, toch? Ja. Het was allemaal goed verzorgd. Mama had lekker eten gemaakt. Een taartje gehaald. En nou gaan we naar ons bedje toe. Nee, eerst Sam daar nog eten geven. Ja. We gaan eerst Sam een flesje geven. En dan gaan we een keer naar bedje toe. We gaan ook deze vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.